We willen dat de ziekenhuizen niet overstromen. Dat ziekenhuizen geen selectie moeten gaan doen aan de poort. Maar wat is nou de oorzaak van de oorzaak? En wat is nu maatschappelijk het werkelijke probleem? Ik zal in deze video trachten wat holistische wijsheid terug te brengen in de huidige informatie en kennis. Als je kijkt naar de moderne mens, de moderne maatschappij, dan zijn er eigenlijk twee groepen. Je hebt een groep met een hoog risicoprofiel. En je hebt een groep met een laag risicoprofiel. Nou, op deze twee groepen wil ik in deze video wat ingaan zoomen. Want wat is nou de belangrijkste oorzaak van de oorzaak? Is dat als je kijkt naar de mens en naar gezondheid. Dan zouden we veel meer moeten inzetten op weerbaarheid: weerbaarheid van binnenuit naast de huidige veiligheid. Wat je ziet is dat er heel veel mensen metabool ongezond zijn. Metabool ongezond. Dat betekent dat ze onbalans hebben in drie belangrijke hormonen. En dat is insuline bijvoorbeeld doordat ze te vaak eten, te veel bewerkte koolhydraten eten, te veel stilzitten, chronische stress hebben. Het tweede hormoon is leptine en het derde hormoon is cortisol. Het stress maakt het antistresshormoon. In het moderne leven is veel te veel stress. Nou, die metabole ongezondheid, die zien we terug. Hè. De moderne mens leidt enorm onder insulineresistentie, heet dat. Maar als je kijkt, overgewicht, obesitas, diabetes mellitus type 2, dus ouderdomsuiker, wat bij steeds meer jongeren optreedt. Maar ook als je het hebt over metabool syndroom, wat hier eigenlijk uit voorkomt of de onderliggende oorzaak is, en ook allerlei ontstekingsziektes. ontstekingsziektes. Wat je ziet, is dat deze mensen enorm kwetsbaar zijn in de vorm van een hoog risicogroep, omdat de immuunrespons, de immuunreactie, verminderd is. Nou, en als je kijkt naar die immuunrespons, die je ook ...eigenlijk willen hebben om goed te kunnen reageren tegen een virus, ook het coronavirus. Nou, die functioneert een stuk minder als mensen dus metabool ongezond zijn. Minder gevoelig zijn voor deze drie belangrijke sleutelhormonen. Insuline, leptine en het cortisol. Aan de andere kant zijn die mensen ook uitgehongerd op het niveau van hun cellen. We hebben bepaalde micronutriënten nodig, essentiële voedingsstoffen... ...die nodig zijn om alle systemen in het lichaam te ondersteunen, waaronder het immuunsysteem. En je ziet dat de moderne mens een uitdaging heeft op het niveau van vitamine D3... ...wat altijd samenwerkt met vitamine K2. Maar ook als je kijkt naar omega-3-vetzuren... ...een uitdaging om die in optimale concentraties binnen te krijgen in de huidige leefpatroon, waaronder het eetpatroon. Maar ook als je kijkt naar magnesium... Ook als je kijkt naar selenium, afgekort SE, die samenwerkt met iodium, I afgekort. Ook als je kijkt naar zink en voor vegans, vegetariërs kom je ook op vitamine B12 uit. Deze stoffen zijn ook enorm belangrijk en heel veel mensen hebben relatief lage concentraties in hun systeem, waardoor belangrijke systemen, waaronder de immuunsysteem en de immuunrespons niet optimaal kan optreden. Nou, Dat is enerzijds metabol ongezond en anderzijds zijn mensen uitgehongerd. Nou, wat zie je nou? Mensen die overgewicht hebben, hebben 46% om met corona besmet te worden. Hebben 113% meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Hebben 74% meer kans om uiteindelijk op de IC te belanden. En hebben 48% meer kans om uiteindelijk te overlijden aan corona. Dus overgewicht is in mijn optiek veel meer een probleem van de maatschappij, van de soort en niet per se van het individu. Want we hebben een obesogene omgeving, een omgeving die je continu uitlokt om de verkeerde keuze te maken op leefstijlgebied. En je kan zeggen dat onder de huidige metabole ongezondheid, en veel mensen zijn uitgehongerd, ook chronische stress ligt. En dat is een maatschappelijk probleem, ook onder andere van de politiek dus. En er zijn zeven gebieden waar chronische stress uit voort kan komen: uit het fysieke deel, het mentale, het emotionele, het spirituele, het sociale, het seksuele en het financiële. Het zijn allemaal domeinen waar chronische stress uit voort kan komen. Waar de oorzaken dan ook zijn, want er is enorm veel ongelijkheid in de maatschappij. Wat leidt tot het uit balans gaan van deze drie belangrijke hormonen, maar ook als je kijkt naar. Het moderne voedingslandschap. 70% in de supermarkt is ultrabewerkt voedsel. Uh, nog veel hoger percentage, ruim 90% in de reclamefolders. Dus calorieën zijn goedkoop en voedingsstoffen zijn duur. Dus daarom zijn ook heel veel mensen uitgehongerd en hebben ze relatief onvoldoende van deze belangrijke stoffen om het immuunsysteem te ondersteunen. En is de gevoeligheid voor deze drie hormonen verminderd. Nou, het is dus een maatschappelijk probleem, niet alleen maar van het individu. En we moeten eigenlijk die zeven domeinen moeten dat holistisch gaan oplossen. En ook als je gaat kijken eigenlijk naar hoog over, dan kom je. Dit is de ingang met leefstijl: om die gevoeligheid voor deze belangrijke hormonen te verbeteren. En deze stoffen zouden we moeten aanvullen met suppletie. met de juiste supplementen. Want wat we zien. Is dat vooral dit deel natuurlijk een enorme kans heeft om op de, in het ziekenhuis enerzijds te belanden, maar ook op de IC. Ik kan zeggen dat deze hoogrisicogroepen, en dan kan je ook onderstellen, laat ik dat hier zeggen, ook een stukje ouderdom. We worden steeds ouder. En wat je ziet, in 1950 waren er maar 470.000-plussers. In 1950. Nu hebben we 2,4 miljoen. 70-plussers. 2,4 miljoen 70-plussers. 70 plus. En je ziet ook dat 90% van de mensen die overlijden aan corona. komt uiteindelijk ook uit deze groep. Maar er zijn er uiteindelijk ook ouderen die uiteindelijk wel metabolisch gezond zijn. die de juiste stoffen voldoende in het lichaam aanwezig hebben. om alle systemen te ondersteunen. en die nog niet per se in de problemen komen. Maar dan moet je vooral inspelen op deze twee uh, cirkels. Nou, deze. Hier middenin noem ik dan vanuit evolutionair perspectief eventjes oerzwak. Het fascinerende is ook dat het immuunsysteem hangt samen met de darm, hangt samen met hormonen, hangt samen met het zenuwstelsel. En dat hangt samen met het immuunsysteem. Dus alles hangt met elkaar samen. Nou, als we dan gaan kijken naar de darmen. is het belangrijk dat we een diversiteit hebben aan verschillende darmbacteriën. Je ziet op de aarde, maar ook in Nederland. dat we nog maar 15% hebben van de oorspronkelijke biodiversiteit. En ook op de wereld. Eigenlijk als je kijkt naar ook de oorzaak van de oorzaak. is dat we roofbouw plegen op de aarde. Maar ook op ons lichaam. wat ook een stukje aarde is. En als je dan dus kijkt naar die biodiversiteit. Laat ik dan hem met groen opschrijven: biodiversiteit. Daar zouden we vanuit de politiek wereldwijd veel meer op moeten gaan richten. Dat staat enorm onder druk door de ontbossing. We kappen steeds meer bomen en oerwouden, waardoor we steeds meer in contact komen met inheemse diersoorten, wat vroeger nooit voorkwam. We hebben bio-industrie en we hebben overconsumptie. We kopen veel te veel spullen die we veel te snel weggooien. En ook veel van plastic, wat niet duurzaam is, wat weer in het ecosysteem komt. En ook als je kijkt naar de plastic soep. Maar het is de uitdaging dat we die biodiversiteit gaan versterken, dat we wereldwijd veel meer gaan inspelen op. Optimalisatie op balans in plaats van op maximalisatie. Ook in de bedrijfsculturen winstmaximalisatie is een soort tumor. We plegen roofbouw en we hebben geen oog meer voor natuurlijke ecosystemen. En wat je ziet ook bij ontbossing is dat er drie problemen optreden: Woekerplanten, knaagdieren en virussen. Wat we nu weer terugzien in de vorm van een coronavirus. Maar als we niets veranderen op dit wereldwijde niveau, dan kunnen we wachten op de volgende pandemie. Toch zie je dat er ook een hele groep is met een laag risico. En dat is de mensen die, nou je voelt er misschien al aankomen, metabool gezond zijn. Metabool gezond zijn. Die veel groenten eten. Die niet te vaak eten, af en toe ook een maaltijd overslaan. Die veel vezels binnenkrijgen. Die natuurlijk onbewerkt eten. Uh, maar ook mensen met een optimale status... Laat ik dat zo noemen van de micronutriënten. Status: micronutriënten. De kans is al groter als je natuurlijk onbewerkt eet. En voor optimale doseringen kan je dat dus aanvullen met bepaalde supplementen, deze stoffen. En als je metabeel gezond bent, een juiste gevoeligheid hebt voor die drie belangrijke hormonen: insuline, leptine en het cortisol. en je hebt een optimale status van die micronutriënten, dan kan het immuunsysteem, de immuunrespons, heel goed functioneren. En dan noem ik je dus. Laat ik dat hier in het midden schrijven? Hoe sterk. Nou, in mijn optiek is het huidige vaccin, het mRNA-vaccin, wat voor een deel experimenteel is, geïndiceerd voor die hoog risicogroep, maar niet per se voor die lage risicogroep. Als deze mensen corona krijgen, als ze het al krijgen, dan zie je dat het veelal milde klachten zijn en dat het immuunsysteem prima in staat is om het zelf op te gaan lossen. Dus dat het vaccin veel meer aan deze kant thuis hoort als we dat toch willen doen en eventueel de groep van 70+. Plus. Je kan ook praten over dus hier het opbouwen van groepsimmuniteit... Je kan ook praten van is het, hadden we niet veel beter een lockdown moeten doen bij die risicogroepen, wat nogmaals mensen zijn met overgewicht, obesitas, mensen met onderliggend lijden, chronische ziektes. Er zijn al 10 miljoen mensen in Nederland met onderliggend lijden en oudere mensen, wat voor een deel fysiologisch is dat de immuunrespons minder wordt. Maar hadden we die mensen niet moeten isoleren of in een soort lockdown plaatsen dat de rest van de maatschappij door had kunnen functioneren? Nou, het zijn bijna allemaal ethische, filosofische, maar ook politieke vraagstukken. Als je kijkt nu ook naar de secundaire bijwerkingen op de jongeren, op kinderen, op ondernemers, op het MKB, op nou, de totale maatschappij, waar eigenlijk de collectieve angst domineert. Maar als we gaan kijken naar het probleem van het probleem, dan hebben we nu een vaccin. Voor het coronavirus. Maar we zien al dat er nu allerlei mutaties optreden: een Britse mutatie, een Zuid-Afrikaanse mutatie. En het virus zal natuurlijk in een soort wetloop blijven met de mens. Het coronavirus zal er blijven. Het griepvirus, het influenzavirus, is er ook nog steeds. Ook steeds in andere varianten. En daar helpt griepvaccinaties ook niet tegen om dat helemaal op te lossen. Dus we kunnen nu wel weer ieder jaar het coronavaccin ook toe gaan voegen aan het influenza vaccin Maar als we de oorzaak van het probleem, de roofbouw en de biodiversiteit op de aarde, duurzaamheid en in ons lichaam, niet aan gaan pakken, dan is het gewoon weer wachten op een volgend virus en een volgende pandemie. Dus ik hoop dat we uiteindelijk veel meer wereldwijd vanuit optimalisatie gaan denken, vanuit in plaats van uh, een maximalisatie, he, systemen uitpunten, roofbouw plegen, dat we veel meer gaan inzetten op weerbaarheid. Wat mij betreft naast de huidige veiligheid, maar laten we de juiste leefstijl veel meer gaan promoten. Het zou wat zijn als de overheid hier ook miljarden euro's voor vrij gaat maken en de hele maatschappelijke ruimte gaat inrichten om veel eerder de juiste gezonde beslissing te maken, de juiste keuze te maken. Ga eventueel wat in Engeland nu al gebeurt bij 2,5 miljoen mensen in risicogroepen dat de overheid vitamine D gratis aanbiedt. Maar ga ook de juiste suppletie slikken of aanbieden vanuit de overheid. Laten we daar veel meer preventief op in gaan zetten. Is je lijf je lief, werk dan preventief.